Hallo, leuk dat je er weer bent. Het kaartje wat ik vandaag met jullie wil gaan maken is een step card. Dat is dit kaartje. Die heb je aan de zijkant, ga je die op een bepaalde manier rillen, zodat je hier zo'n trapje krijgt en een beetje hoogteverschil. Hij ziet er aan de binnenkant ziet dat er dan zo uit. Hier is een beetje ruimte over. En deze kaart heb ik gemaakt met de superleuke Sailing Home stempelset met bijpassende dies. Is te bestellen als bundel. Ik had niet echt een set voor mannenkaarten. Dus dat is de reden waarom ik deze set heb besteld. Er zit ook prachtig designpapier zit hierbij. Ik zal even kijken of ik hem zo gauw kan vinden in de catalogus. Want die heb ik dus niet voor jullie klaargelegd. Kijk, daar is die. Dat is deze suite. Zoals je ziet, prachtige voorbeeldkaartjes ook. Dit is het papier wat erbij zit. Echt super mooi. Gewoon lekker een beetje basic. De stempelset. De stansen die zal ik jullie zo laten zien. In de catalogus staat het altijd zo. Dat ze aangeven voor welke dingetjes een stansje erbij zit. Dat is dus, bij deze zijn ze een beetje wit omlijnd. Dus voor deze twee tekstjes zit er een stans bij. Voor deze vuurtoren, voor deze twee bootjes, voor het anker. Dat kun je dus allemaal uitstansen met de stansen nadat je het afdrukje gestempeld hebt. En dat heb ik hier dus ook gedaan. Deze zit er ook bij. Dat is een roer, heet dat geloof ik. Hè? Zoals je een boot kan besturen. Het stuur van een boot heet een roer. Er is dan geen stempel van, maar dus wel een stansje. En het anker heb ik gestempeld en daarna uitgestanst. De vuurtoren heb ik gewoon gestempeld. Bootje heb ik gestempeld. En de tekst thanks. Ook zitten er stansen bij voor dat bier. Zo kun je dus gewoon superleuke en mannelijke kaartjes maken. Laten we beginnen. Dan ga ik je laten zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. Ik heb hiervoor wel het een en ander voorbereid, maar omdat je hem anders dan anders moet snijden, ga ik dat nu eventjes tegelijk met jullie doen. Ik heb een stukje cardstock, deze. Die heeft een afmeting van 21 bij 14,5 centimeter. Dat is dus eigenlijk gewoon een standaard afmeting voor kaarten zoals wij dat gewend zijn. Alleen als je hem gaat snijden om die bijzondere vol te krijgen, moet je daar even op letten. Je moet je allereerst gaan bedenken aan welke kant je dat trapje wil hebben. Bij mij zit hij hier dus aan de linkerkant van de kaart. Ik zal jullie nu laten zien hoe je hem maakt aan de rechterkant van de kaart. Je gaat even bedenken, wil ik hem aan de linkerkant of aan de rechterkant? Ik wil dat trapje nu aan de rechterkant. Dus dan leg ik hem eigenlijk met de kant waar ik het trapje wil hebben, leg ik hem van me af op de trimmer. Dus ik wil aan die kant van de kaart wil ik dat trapje hebben. Dus dan ga ik hier beginnen met, leg ik hem op 5,3 centimeter. Ik leg hem op 5,3. 1, 2, 3. En dan gaan we hem in het midden gaan we er een stukje snijden. Is dit de nieuwe trimmer. En de nieuwe trimmer die heeft hier alleen maar inches. Ik had bedacht om een kaartje helemaal in centimeters te maken. Als je een trimmer hebt die in centimeters is, dan ga je hem... Je legt hem op 5,3 en dan snij je van 3 centimeter tot 15,5 centimeter. Kan dat met mijn trimmer, kan dat dus niet. Dus ik ga hem snijden van 1,3 zestiende inch. 1,3 zestiende naar 6,1 achtste. Zo. Dan gaat hij open. En dan draai je hem een kwartslag. En dan zo. Aan deze kant heb je 3 centimeter tot aan je rillijn.
En hier heb je meer ruimte tot aan je rillijn. Dan leg je hem dus met die kant waar je 3 centimeter over hebt tot aan je snijlijn. Die kant leg je hem dus zo op je trimmer. En ik zei dus dat ik het trapje aan de linkerkant wou, of aan de rechterkant wou. Maar dit wordt het trapje aan de linkerkant. Dus ik had hem aan de andere kant had ik hem moeten snijden. Ik zou hem nog om kunnen draaien. Maar dit is de minder mooie kant van mijn kartstok. Dat komt omdat ik hem, ja, als je hem snijdt, je zal aan de andere kant zal je dat altijd een beetje blijven zien. Dat je hem dus aan de andere kant gesneden hebt. Dus ik vind dit de mooiere kant. Dus ik ga toch maar deze kant gebruiken. En, nou ja, goed, dan komt ook het trapje aan de linkerkant. Nou, je legt hem dus met die 3 centimeter kant tot aan de snijlijn leg je hem op je trimmer. En dan gaan wij rillen. Je legt hem allereerst op 3 centimeter. 3 centimeter. En dan ga je rillen vanaf die snijlijn naar beneden. Dus het breedste stuk vanaf de snijlijn, zeg maar, dat ga je rillen. Want het stukje... dat smalle stukje, dat wordt dus je paneeltje die omhoog komt te staan. Nou, vanaf de snijlijn rillen naar de onderkant. Dan leg je hem vervolgens op 5,5 centimeter. Ook weer vanaf die snijlijn rillen naar de onderkant. Dan leg je hem op 8 centimeter. En ook hier weer vanaf die snijlijn rillen naar de onderkant. En vervolgens leg je hem op 15,5 centimeter. Dat kan met deze trimmer, maar dan moet ik hem eventjes openklappen. 15,5, dat is als het goed is het einde van je snijlijn. Nou, dan mag hij nog eventjes terug naar 10,5. En dan wil je hem van boven tot onder. Nou, dan is als het goed is deze klaar. Dan gaat de trimmer aan de kant. Nou, dan heb je nu een projectje met een heleboel rillijnen. Het makkelijkste is als je hem eerst eventjes doormidden vouwt. Dat is dus die je van boven tot onder hebt gerild. En dan verstevig je alleen maar de vouw van het paneeltje. Dus van het 5,3 centimeter stuk. Die verstevig je even goed. Want die andere vouw die gaat zo meteen de andere kant op. Nou, nou heb ik dus dat paneeltje van 5,3 centimeter heb ik aan de rechterkant liggen. Als je hem andersom maakt, dan ligt hij dus aan de linkerkant. Ik ga jullie nou laten zien hoe je dus die trapjes gaat vouwen. De eerste die vouw je naar beneden toe. En de eerstvolgende weer omhoog. Dan de volgende weer naar beneden toe. En dan is dit die rillijn die je eigenlijk maakte voor het midden. Die komt nu dus weer omhoog. En dan de... Oh, daar schoot ik hem af. En dan de laatste, die vouw je weer naar beneden toe. Dus dan heb je nu zeg maar zo die stepfold. Wat ik ga doen is nou eerst eventjes al die rillijnen een beetje verstevigen. Zoals ze horen te zijn. Dan komt je kaart ook wat meer rechtop te staan. Zo, en dan hier aan de binnenkant hebben we nog een paar rillijnen. Ook die ga ik even verstevigen. Zo, nou kijk, nou staat je kaart dus al heel mooi rechtop. Nou, wat we dan gaan doen is, ik heb wat paneeltjes gesneden. Het paneeltje wat je voor deze kaart gaat snijden. Ik ben begonnen met een stukje kartstok en daarbovenop een stukje Whisper White wat ik heb bestempeld. De afmeting voor dit paneeltje is voor je kartstok mat 5 centimeter bij 10,2 centimeter. En dan het matje wat je daarop maakt van 4,7 keer 9,9. Ik heb er hierbij dus voor gekozen om 0,3 centimeter kleiner te gaan dan de mat daarvoor. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Dat ziet er dan zo uit. Dus deze heb ik gesneden in petal pink, de mat. En daarbovenop een stukje wit kartstok wat ik heb bestempeld. Het is een beetje een lichte kleur. Ik kan hem even een beetje dichterbij houden zodat jullie het kunnen zien. Ik zal jullie zo meteen ook even laten zien welke stempelsets ik heb gebruikt. Nou, dan heb je nog een tweede paneeltje. Die heb ik zelf bij de kaart met de bootjes heb ik die hier achter opgeplakt.
Die heb ik ook al voorbereid. Dat is deze. Deze heeft, de Petal Pink Mat heeft een afmeting van 7 centimeter bij 9,5 centimeter. En dan het matje wat ik hier bovenop heb geplakt van 6,7 centimeter keer 9,2 centimeter. Nou, die heb ik dus hier bedacht. En deze komt dan hier op de kaart. Nou, ik zal jullie even laten zien, want ik heb hele leuke stempelsets gebruikt. Ja, we hebben soms een beetje vergeten stempelsets. Ik heb deze twee stempelsets gebruikt. Om te beginnen met de Verdant Garden. Dit is een suite die eigenlijk een beetje past bij de Magnolia Lane. Deze heeft designpapier en daar hoort dus deze stempelset bij. Ik zal hem je eventjes laten zien in de catalogus. Oh, daar viel mijn afstandsbediening op de grond. Kijk, dit is de Verdant Garden suite. Dit is de stempelset. Er zitten verder geen coördinerende stansen of ponsen bij. Dit is het papier, dat heb ik nu niet gebruikt. En deze hoort eigenlijk een beetje bij de Magnolia Lane suite. Ook een prachtige suite. En ja, door deze daaraan toe te voegen, wordt die eigenlijk nog veelzijdiger. Nou, dan die andere stempelset die ik heb gebruikt, dat is deze. Dat is de Floral Essence. Die hoort bij de Perennial Essence Suite. Dat is een beetje abstracte kunst. Niet helemaal mijn dingetje. Maar goed, het papier is wel prachtig. En de stempelset is ook super leuk. En het voordeel van deze stempelset is, deze heeft een bloemetje. Dit bloemetje. Daar is een pons bij. En die heeft deze blaadjes en ook daar is een pons bij. Dus daarom heb ik deze set gekozen. Nou, en dan heb ik ook nog, dat was een superleuke set van vorig jaar. Volgens mij stond die vorig jaar in de voorjaarscatalogus. Die is meegegaan dit jaar naar, naar deze jaarcatalogus. Dat is namelijk deze set, de Vlinderdans. In het Nederlands heet die de Vlinderdans. Er zitten ook Nederlandse tekstjes zitten daarbij. En ook hierbij zit een pons om die vlindertjes dus uit te ponsen. Dus dat heb ik allemaal gebruikt voor deze kaart. Die vlinderdans is deze set. Nederlandse tekstjes zitten erbij. Je bent niet alleen. Er is niemand zoals jij. Kusje van mij. Dans door het leven. Alsof er niemand op je let. En een klein gebaar. Nou, en dan die vlinders die kun je dus... ja, ze hebben verschillende layouts voor die vlinders. En ze hebben stempeltjes dat je er dus een kleurtje aan kan geven. Dat heb ik ook gedaan. Ga ik je zo meteen allemaal laten zien. Nou, deze stempelset heeft deze twee stempels erin zitten. En die passen in elkaar. Ik heb deze stempel heb ik gestempeld met crumb cake. Net als dat ik de basis had. En daarin heb ik dus die sterretjes gestempeld met Petal Pink. Dus ja, hartstikke leuk. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Ik ga een beetje in spiegelbeeld. Nou, geeft een heel leuk effect. En dan heb ik ook deze blaadjes heb ik gestempeld. Die heb ik gestempeld in Soft Seafoam. Ja, dat is vrij licht kleurtje, maar die vond ik wel passen bij de kleurstelling van dit kaartje. Nou, en dan ga ik jullie nu niet langer ophouden met mijn gezwets. We gaan nu het kaartje in elkaar zetten. Nou, dit paneeltje past dus perfect hier. Die ga ik gelijk even opplakken. Met een beetje Tombow. Hier gaat het gewoon over de hele achterkant. Lijm op. En dan gaat hij... Nou ja, door die blaadjes heeft hij niet echt een onderkant of een bovenkant. Dus het maakt niet zo heel veel uit hoe je hem opplakt. Zo. Nou, en dan dit paneeltje. Daar moet je wel eventjes naar kijken. Want als je hem er helemaal in steekt, dan sluit hij niet mooi aan. Dus ik heb ervoor gekozen om hem ietsjes hoger te laten komen. Dat hij dus mooi gelijk ligt met de bovenkant van dit paneeltje. En dan een beetje recht. Zo. Nou, en dan is het dus even opletten dat je niet verder met je lijm komt dan hier. Anders zit hier aan de achterkant zit hier allemaal lijm. Nou, dat wil je niet. Dus ik hou mijn vinger even hier. Ik trek hem eruit. En dan ga ik hem belijmen. Zo. Ik hou een klein beetje marge. Want als ik dan
toch net niet helemaal goed de vinger daar heb gehouden, dan zit niet alsnog de lijm aan de achterkant. Nou, en dan lijn ik hem dus in het midden een beetje uit. Dus dat die aan de bovenkant en aan de onderkant, dat daar evenveel ruimte zit. En dan lijn ik hem uit hier met de bovenkant van deze. Ik wil een beetje snel doen, want de lijm droogt vrij snel. Nou, dan is dit al de basis van mijn kaartje. Nou, ik heb het net met jullie gehad over die vlinders. Die heb ik alvast uitgeponst en gekleurd, ook met de Petal Pink. Ik heb ze gestempeld met Stazon, de alcoholbasisinkt, om hem vervolgens dus met de gewone inkt nog weer in te kunnen stempelen. Dus dit zijn mijn vlindertjes. Ik heb dat bloemetje heb ik gestempeld, ook in Petal Pink. Ik heb hem afgestempeld, beïnkt, gestempeld en daarna nog een keer gestempeld. Zo krijg je dus die twee verschillende kleuren. En ik heb hier wat blaadjes bij. Die heb ik ook met die soft seafoam gestempeld en ook op dezelfde manier. Dus beïnkten, stempelen en daarna nog een keer stempelen. Zodat je dus die verschillende kleuren krijgt. Ik heb een tekstje gestempeld. Een kaartje van mij, omdat je het waard bent. Dat komt uit deze stempelset. Nederlandse stempelset met allemaal tekstjes. Kaartje van mij heet die. Ook nog steeds te bestellen. Informatie zal ik onderin de beschrijving zetten. Nou, en dan gaan we dit allemaal een beetje op elkaar plakken. Ik had bedacht dat ik het bloemetje hier wel heel erg leuk vond. De tekst hier op de voorkant. En dan hier en daar wat vlindertjes. Nou, ik ga eerst eventjes de blaadjes achter het bloemetje plakken. Ik begin met de donkere. En ik plak daarachter de wat lichtere. Zo. En dan kan ik dat nu nog een beetje verschuiven, omdat het met Tombow is. Doe ik ook hier bovenop nog weer een beetje lijm. En dan plak ik hem hier in het hoekje met de blaadjes naar binnen wijzend op. En zo. Nou, dan had ik plak ik eerst even de tekst op met dimensionals. Vind ik dat wel leuk. Zo. Een schermlaagje eraf. Even zien of ik dat. Nou, ik vind het wel leuk als die een beetje hier overheen komt. Nu moet ik hem even voor mij recht houden om te zien of ik die dan ook recht plak. Zo, een kaartje van mij. Nou, dan voor de vlindertjes. Ik vind het altijd leuk als ze een beetje diepte krijgen. Dus ik zet mijn vinger hier neer vanaf het, zeg maar op het punt waar ik wil dat ze gaan buigen. En dan is het gewoon even een beetje van onder naar boven. Zodat hij iets een beetje die diepte krijgt. Het zijn natuurlijk wel vlinders. Die moeten wel een soort van een beetje vliegen. Nou, ik wil heel graag één vlinder, één grote vlinder hier. Dat. En ik wil graag een grote vlinder op het rechterpaneeltje. En deze plak ik allemaal op met dimensionals. Zo. Nou, dan heb ik nog twee kleine vlindertjes. Ook daar kan ik vast wel een mooi plekje voor vinden. In ieder geval wil ik hem graag op dat linkerpaneeltje hebben. Deze. Zo, dan ga ik hem even rechtop zetten. Nou, en dan vind ik het nog wel heel erg leuk om hieronder een vlindertje te doen. Dus die kan er ook nog bij. Ook hier weer een dimensional op. En die komt dan hier. Nou, dit is het kaartje geworden. Een step card.
Ik hoop dat je dit ook weer een leuk modelletje vindt en dat je hier, hier een beetje inspiratie uit hebt opgedaan. Ik vind het een beetje lastig. Ik heb een schermpje op mijn camera, alleen geeft hij het beeld andersom weer. Dus ik heb een beetje moeite om hem goed in beeld te krijgen. Zo. Alles als laatste wil ik je nog een klein techniektipje meegeven. Ik heb hier die bloemetjes heb ik gestampt, of eigenlijk blaadjes zijn het, uit de Verdant Garden. Deze. Andere kant op, ja, die. En daar kun je een heel leuk effect mee geven. Ik heb hem eventjes hier gestempeld in Garden Green. En dan pak ik mijn Aqua Painter. Die op het moment leeg is. Dus ik heb er ook een beetje water bij. Het kan ook gewoon als je water in je Aqua Painter hebt. Kwastje nat maken. En dan ga je gewoon die bloemetjes. Of eigenlijk de steeltjes van de blaadjes. Die ga je een beetje naar buiten toe uit laten lopen. De inkt is op waterbasis. Dus met water kun je dat dus mooi door laten lopen. En ik vind het altijd wel een beetje een leuk effect geven. Ik had het je met die lichten kunnen laten zien, maar dat was waarschijnlijk op camera niet te zien geweest. Dus ik hoop zo meteen dat dit wel te zien is. Ik zal er eventjes een paar doen. En ik hoop dat het verschil dan zichtbaar is. En dan ga ik hem eventjes een beetje dichterbij houden. En dan zit ik weer met dat spiegelbeeld. Ja, kijk. Zo kun je het mooi zien. Dan is dus deze kant heb ik dus met dat kwastje gedaan. En dan zie je dus mooi echt een beetje het groenige. En deze kant die is gewoon nog wit. Dus die wou ik je nog even meegeven. En ik hoop dat je hiermee weer lekker een beetje aan de knutsel kan. En ik wens je voor vandaag een fijne dag.